gaat er gebeuren als de ouders komen? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, als de ouders komen van de groepen 1, 2 en 3, die zetten hun kinderen af daar bij de poort. Dat is de normale ingang. Heel veel ouders komen vaak al door de poort die hun kinderen in de kleuterklas hebben. Die worden daar afgezet. Dan staat hier bij de deur de kleuterjuffrouw. Bij de volgende deur staat ook een kleuterleerkracht. Zodat kleuters meteen zien, oh daar staat onze juf, daar gaan wij naar binnen. De kinderen van groep 8 gaan ook zelfstandig via de ingang waar groep 8 altijd naar binnen gaat. Okay. Bij het weer opkomen halen van de kinderen, mogen de ouders van groep 1, 2, 3 eventjes op de speelplaats komen. En daar hebben we dus gele tegels voor gemaakt, waar ze dan moeten wachten. Want dat is op een afstand van 1,5 meter. Okay. En het gaat allemaal lukken vandaag? En het gaat allemaal lukken. We hebben er allemaal weer zin in. Oké. Okay. Wat bent u aan het doen? Ik ben de plaatjes voor de ingang aan het ophangen waar de groepen binnen moeten en waar de ouders rekening moeten houden. 1 ouder per kind alleen op de gele tegel. Ze zijn speciale looproutes. Ze mogen niet zoals anders gewoon voor de poort en... Nee, ze mogen, normaal komen de kinderen met de ouders binnen, vooral bij de kleuters. Maar nu is het... de ouders die blijven buiten de poort en de kinderen worden bij de poort opgevangen. Oké. Okay. En de kinderen hebben ook een speciale looproute? Die hebben ook een looproute. We hebben ervoor gezorgd dat de kinderen maar 1 kant gang in mogen. En dan hebben we een rondgang gemaakt zodat ze weer terug kunnen. Oké. Okay. En dat ze elkaar dus niet tegenkomen. Oké, okay, nou super. Succes! Ze mogen weer naar school. Ja, ik vind het echt super fijn dat ze weer naar school mogen. Ja, wat thuis vervelen ze eigenlijk op een gegeven moment toch. En ik ben wel heel blij dat ze weer gewoon lekker weer normaal ritme. En ook al is het maar voor 3 dagen. Ja, en voor u zelf is het ook een ander ritme nu natuurlijk. Tuurlijk, jawel. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En je mag weer naar school? Ja. Vind je het leuk? Ja. Wat ga je doen vandaag, denk je? Leren. Ja. En je moet 1,5 meter afstand houden, hè? Hoe ver is dat ongeveer? Denk dat wat wij nou hebben? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. En jij? Ga je ook... Ja. Vind je het leuk om naar school te gaan? Ja. Je vriendjes weer te zien? Ja. Welke groep zit je? Groep 3 al? Oh, nou. Heel veel plezier. Ja. Oké, daar. Want ja, er is nog heel veel onduidelijk, hè? Heel veel wat nog niet bekend is. Wat is er onduidelijk? Nou, in hoeverre kinderen wel of niet het virus kunnen doorgeven aan volwassenen. Ik bedoel, zolang ze niet hoesten en niezen schijnt mee te vallen. Ja. We gaan het beleven. En toen bent u zo snel mogelijk bij elkaar gekomen, want er zijn wat aanpassingen gedaan, neem ik aan. Ja, nou, we hebben wel ook gewoon vakantie gevierd, want dat hadden we al heel hard nodig. We zijn maandag hier bij elkaar geweest. De vierde was daar, geloof ik. En toen hebben we, zeg maar, met het protocol... in de hand bedacht hoe we het hier kunnen doen. Ja, kunt u uitleggen wat er in de klas nou is aangepast? Nou, in de klas is het in zoverre aangepast de helft van de kinderen komt. Ik heb het zo geregeld dat het ook van iedere tafelgroep de helft is. Dat de kinderen ook een beetje uit elkaar kunnen zitten. En dit gaat dus allemaal weg. Want je kunt bij kleuters niet iedere dag alles poetsen. Nee. Dus we gaan 2 pakketten maken, 3 eigenlijk. Een pakket voor het aankomhort. En een pakket voor het bekerhort en een pakket wat in de kast ligt. Ja. En dan kan het doordraaien, want na 72 uur wordt gezegd, moet het kunnen. Oké, okay. En komen de kinderen een hele dag of halve dag? Hele dagen, maar dat waren ze hier ook gewend. We hadden altijd al continu rooster, dus dat blijft gewoon hetzelfde. Oké, okay. En wat gebeurt er nou als de kinderen naar het toilet moeten, de kleintjes? Dan gaan ze in principe alleen, want dat kunnen ze. Oké. Okay. En natuurlijk zal er wellicht een ongelukje gebeuren. Ja, ik ga ze gewoon helpen hoor. Oké. Okay. En als er 1 valt, dan ga ik hem ook echt oprapen. Oké. Okay. Ik bedoel, dat kan niet. Oké. Okay. Fijn, vooral voor hun. Ja? Het ritme er weer in. Hebt u getwijfeld om ze te laten gaan? Sommige ouders twijfelen of? Nee, eigenlijk niet. Weet je, ik denk als het echt, echt niet had gekund, dat ze het echt niet hadden gedaan. Ja. Denk ik. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Oké. Okay. En jullie, hebben jullie er zin in? Ja. Nee? Had je liever thuis gebleven? Wat doe je? Eerder spelen. Wat zeg je? Eerder spelen. En wat doe je dan de hele dag? Spelen. Spelen? Wat, met de Game Boy, hoe heet dat ding tegenwoordig? Nee, veel buiten. Hè? Veel buiten? Oh, dat is alleen maar goed. Ja, nou, na het huiswerk maken. Je moet toch naar school? Ja.
Nou, toch veel plezier. Ja, dankjewel. Ja, doe je best, hè. Bent u goed in rekenen? Ja, heel goed. Oké, okay. 1,5 meter. Hoeveel millimeter is dat? Die snijden eruit! Oh my god! Waarop de gedachten over de zingeving van het menselijk bestaan konden gedijen.
mogen ook nu deze plechtige eucharistieviering getuigen van deze binding van de gilde met de kerk en het begin zijn van een aangename door broederschap en vriendschap getekende kring Gildedag 2006 in Linde. Als wij zo dadelijk de zegen ontvangen hebben, dan verlaten wij de kerk zoals we gekomen zijn en gaan in optocht terug naar het feestterrein waar de koffietafel gereed staat. Morgen zo'n kringgildedag, hoe ziet hij eruit? We beginnen 's morgens met een gildemis om daarmee onze relatie aan te geven van kerk en gilde. He, dat bestaat al leeuwen in onze regio, natuurlijk gekleurd door de tijdsgeest. Na de mis is er een ontbijt plus het aanbieden van de erewijn door de gemeente. En toen dit gebeurd is, zijn we begonnen aan de optocht door Liemde. En dan na wat officiële plechtigheden, zeg maar, in de buurt van de tribune, zijn we begonnen met de wedstrijden. Dus alle mogelijke wedstrijden die zijn er. We hebben hier bijvoorbeeld de kruisboog op wip, kruisboog op doel, handboog op wip, handboog op doel, de voetboog, het geweerschieten, trommen, vendelen, volksdansen. Kijk, dat zijn allemaal ingrediënten, zeg maar, van zo'n kringgildedag. Heel fijn. Treffen het goed. Weer is prima. Dus het kan niet beter. En ik krijg de indruk dat, dat iedereen tevreden is met deze dag. Dames en heren, ik wil natuurlijk het Gilde uit Liemde van harte feliciteren met de 20 jaar. Ik denk dat zij een hele belangrijke schakel zijn hier in deze Liemse samenleving.
En dat blijkt ook wel, kijk je maar buiten. Het is op zich niet eens zo'n heel groot gilde, maar dat die in staat zijn om toch een kringgildedag te kunnen organiseren, dat is fantastisch. En ik wil alle vrijwilligers, zowel uit de gilde als die daar omheen zitten, daar ook aan meegewerkt hebben, van harte bedanken daarvoor. En ik denk ook dat ik ze mag feliciteren. Ik mag ze feliciteren met het feit dat ze vandaag, dat ze dit jaar 20 jaar bestaan. Ik vind het fantastisch dat u met zoveel vandaag hier naar Liemde gekomen bent. Ik zou het bijna kunnen zeggen, in Liemde is het altijd mooi weer. We zijn er nou 2 keer geweest, de 2 keer was dit weer. We zullen het wel verdiend hebben in Liemde. Ik wens u allemaal voor vandaag een fantastisch mooie dag, gezellige dag, goede dag. En voor de toekomst wens ik dat de gilden mogen groeien en mogen bloeien. En dat is het. Gilde van Liemde natuurlijk, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Eén traditie, die vind ik dat we die zeker ook in ere moeten houden, en dat is het aanbieden van de erewijn. De gemeente Hopsel heeft u inderdaad deze erewijn aangeboden. Ik wil graag daarmee ook eer geven aan alle gilden die hier aanwezig zijn, ook aan alle overleden gilden, broeders en zusters. En ik zou zeggen, op u allemaal. Eerste optreden, officiële optreden in Liemde. En meteen al met neusje in de boter gevallen natuurlijk. Als je ziet dat vandaag een prachtige kringgildedag is. We zijn vanmorgen gestart met een heilige mis in de kerk in Liemde. En daarna hebben we koffietafel gehad en heeft de gemeente traditiegetrouw de erewijn uitgedeeld. Wat ik gemerkt heb vanmorgen al is dat er natuurlijk geweldig veel mensen betrokken zijn bij het organiseren van zo'n kringdag. Want ik begreep dat men meer dan 1,5 jaar al bezig is. En er zijn meer dan 43 verenigingen. En dat betekent dus dat om vandaag hier alles goed te laten verlopen. Of het nou over het eten en drinken gaat. Of het nou gaat over het mooie weer. Of het slechte weer. Of het gaat over alle wedstrijden die gehouden worden. Dat is een geweldige, wat dat betreft is dat natuurlijk een geweldige opgave. Maar ik heb vanmorgen al echt gezien, ja, dat kunnen ze aan. Dat kan ons eigen kringgilde aan, dat kan ons gilde aan. Maar ook die vele vrijwilligers die eromheen zitten. Nou, zo dadelijk beginnen de wedstrijden. Helaas moeten Mian en ik dan weer verder. Want we hadden natuurlijk vandaag al meer zaken in de agenda staan. Hè. Dat was nog uit Meerland en een klein beetje uit Boksel. Maar één ding is duidelijk, wij zullen hier heel graag en met veel plezier de komende jaren terugkomen.
Het was in het begin van de 80er jaren dat dat voor het eerst in Liende de naam Sint-Antonius Abt viel. En waarom? Omdat er in Kasteren een kapelletje heeft gestaan, genoemd naar Antonius Abt. Toen het zover was dat de buurtvereniging het initiatief toonde om tot oprichting van zo'n Sint-Antoniuskapel te gaan. Toen dat gerealiseerd was en dat kapelletje daar stond, zo'n klein velkapelletje, weet je waar, in Kasteren. Toen moest daar iets omheen gebouwd worden. En dus eigenlijk, min of meer, is dat ook de aanleiding geweest om te komen tot de oprichting van een gilde in Liemde. We zijn daarover begonnen in 1984, 1985, hè. Allerlei bijeenkomsten zijn er geweest, informatieavonden enzovoort enzovoort. Hè. Uiteindelijk is het dan toch zover gekomen dat we in 1986 konden komen tot de heroprichting, dus de doen ontslapen van het gilde van Sint-Antonius Abt in Liemde. Het heeft dus een hele tijd geduurd. Nou, dat betekende het aanschaffen van gildeattributen, van kleding, het leren schieten, het trommen, vendelen enzovoorts enzovoorts. Nou, naast dit alles kunnen realiseren een in memoriam tableau, een gildealtaar, een vitrine in de kerk, een monument voor het zeg maar ongedoopte kind. Dat hebben we kunnen realiseren en daarnaast zijn we in staat geweest in die korte periode van ons 20 jaar bestaan twee feesten, gildefeesten te organiseren, namelijk een vrij gildefeest en een liefdadigheidsfeest. En dan nu, bij gelegenheid van ons 20 jaar bestaan, hebben we jaren geleden al gevraagd aan het kwartier van Oorschot of het goed was dat ons gilde deze dag zou organiseren. Vandaag is 2002 uitgereikt gekregen. Sint-Joris gilde Hovenieren. Het Sint-Joris gilde Hovenieren werd heropgericht in 1629. Deze maatpaal werd in november 2004 gevierd met de uitgave van het boek De Kruisbogen binnen de vrijheid van Mieren. In 1629 moet het gilde echter van een aanzienlijke ouder van mij gaan. De deelname aan de landgenoot midden 16e eeuw. Na de heroprichting zijn men het geweer en slagen hanteren. Totdat in het midden van de jaren 1930 iedereen zijn wapen moest inleveren. Vanaf dat die voorstel. Het is in het bezit van een eeuwenoude hakken die nog altijd gebruikt wordt als het gilde uitrusting. Ook wordt de overheid meestal in dezelfde rijstandrijdjes. Dit zijn dochters van de gildebroeders. Het gilde heeft op dit moment 72 leden, waarvan 65 gekostumeerd. De hoofdman is sinds 2005 de heer Gerard Plessenza uit de 74 leden, waarvan 60 leden gekostumeerd. Het gilde is in 1997 heropgericht. Om de 3 jaar wordt een nieuwe standaardcode gesloten met het geweer. Hoofdman van het gilde is Zeebrecht, koning Max van der Hent. Dankjewel.